Nou, we gaan eerst één rondje doen om te kijken of er geen onverwachte lekkages zijn. Er zit een andere motor in voor dit weekend, dus dan is het altijd even afwachten of alles helemaal goed is gegaan. Meestal wel, maar voor de zekerheid toch even één rondje, alles checken en dan weer uit. Komen tussendoor dus binnen om eventueel veranderingen te maken aan de auto of om te kijken hoe de data eruit ziet, dat soort dingen. Want hoe goed ken jij dit circuit van Zolder? Nou, best wel goed. Ik heb hier Formule Renault gereden, Formule 3 heb ik hier gereden. We hebben hier afgelopen jaar Super League gereden, dus wat dat betreft weet ik wel welke kant het op gaat. Hoe gaat het met de training van Jelmer? Op dit moment zit hij derde, dat ziet er goed uit. We zijn nog even aan het zoeken in de setup. We willen altijd harder gaan natuurlijk, maar het ziet er goed uit. Zondag staat er een hoop regen op het programma, want hoe anders is dat dan met regen? Ja, het is totaal anders. We hebben een auto met 750 pk op de achterwielen. We hebben geen traction control, geen ABS, geen andere hulpmiddelen, dus het is echt, het komt allemaal op aan op de rijder. En als er dan ineens heel veel water op de baan ligt, dan wordt het heel anders om te rijden, een stuk moeilijker.